Voor dit gebouw gaan we iets minder dan 20 kilo springstof gebruiken. Die zijn verdeeld in 36 boorgaten, elk met een directe ontsteker. Dat is genoeg om de totale onderzijde te laten fragmenteren, zodat het gebouw door de zwaartekracht gaat omvallen. Wat we ook gedaan hebben, is de zijkant verzwakt door middel van een zaagsnede, zodat we zeker zijn dat we de juiste valrichting hebben voor de toren. Yeah.